Hallo, ik ben Albert en vandaag wil ik het met jullie hebben over longproblemen. Langdurige longproblemen? Weglongblaasjes. Hoe kun je nu langdurige longproblemen voorkomen? Dit begint met minstens 2 keer per dag de kalveren te controleren op afwijkend gedrag. Liggen ze bijvoorbeeld in een hoekje te pompen, zijn ze kortademig of gaan ze lang staan om ruimte te maken voor de longen om adem te halen. Misschien wordt het dan wel eens een keer tijd om te gaan temperaturen. Jongere kalveren hebben vanaf 39,5 graden koorts. Bij oudere kalveren begint dat bij 39 graden. Zo, 40 graden koorts. Nu wordt het toch tijd om eens even in het bedrijfsbehandelplan te kijken. Bij te laat behandelen geeft dit dus onherstelbare schade aan de longblaasjes. Dit is een gezond kalf en deze groeit in één lijn door. Dit kalf heeft langdurige longschade, ja, en die blijft hangen. Wil je nog meer weten? Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.